De Surinaamse regering heeft op maandag 2 maart 2020 het startsein gegeven voor het baggeren van de Suriname rivier. Er wordt veel verwacht van dit project. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme geeft aan waarom het baggeren van de Suriname rivier zo belangrijk is voor ons land. De directe voordeel van het baggeren is dat in ieder geval de grotere schepen nu onze haven kunnen aandoen. En het gaat erom dat in ieder geval veel meer vracht per keer naar binnen kan komen. Wat voorheen het probleem was vanwege de vaargeul. Dan kunnen er niet de grotere schepen binnenkomen vanwege de diepgang. Die moesten toen uitwijken naar Guyana, die moesten uitwijken naar Trinidad, waardoor er extra kosten komt bij de importen. En dat met het uitdiepen, met het uitbaggeren van de rivier, betekent dus dat de schepen niet meer eerst naar Trinidad of eerst naar Guyana moeten gaan. En dat heeft een zekere kostenbesparing voor onze importen. Dat uitbaggeren heeft sowieso invloed op al onze importen en ook onze exporten. Het gaat erom dat kostencomponent van het overladen naar kleinere barges, kleinere schepen, dat is niet meer nodig. Dus het is niet waar. Indien er grotere schepen binnen kunnen komen, dan zal dat ook in de kosten terug te zien zijn. Alles wat we importeren kan nu goedkoper. Ja. Er is een extra van $125 per 20 voet container is gegeven door de rederijen vanwege de ondiepe vaargeul. En dat is voor het overladen op kleinere schepen om binnen te kunnen komen. Indien de vaargeul zodanig is dat er de grotere schepen binnen kunnen komen, is dat niet meer nodig. Het gaat niet alleen om onze importen die nu van belang zijn. We moeten ook kijken naar de ontwikkelingen in Guyana en de ontwikkelingen voor onze kust met betrekking tot olie en gas. We verliezen nog te veel revenue aan Trinidad, al die bevoorrading van die booreilanden, van die boorschepen, etc. Dat gaat nu naar Trinidad. Met de mogelijkheid dat we hebben uitgebaggerd. Tenminste, het duurt nog een jaar voordat het zover is. Met de mogelijkheid dat die grotere schepen hier binnen kunnen komen, kunnen wij die booreilanden voorzien. En het gaat om heel veel geld. Het gaat om €6 miljoen per booreiland, per keer boren dat ze nodig hebben. En het continu bevoorraden van die booreilanden, we hebben het over voedsel, we hebben het over medicamenten, we hebben het over machines, vervangingsapparatuur, etc. Alles is nodig. Indien wij het vanuit onze haven kunnen aanleveren, dan is het alleen maar een pre. En het gaat alleen maar toenemen. En ik sluit niet uit dat we inderdaad veel meer plek nodig hebben voor een haven. Zoals u weet, daar is het al helemaal crowded. Ik denk dat we uiteindelijk moeten uitkijken naar een nieuwe haven. We hebben steeds gekeken naar de mogelijkheden die er zijn in Guyana. Vooruitlopend hebben we gekeken wat de mogelijkheden voor ons zijn om mee te kunnen doen. En we hebben ons gefocust toen op de dienstverlening. En het gaat erom dat onze bedrijven, onze ondernemers concurrerender maken met bedrijven in de regio. Want Guyana alleen gaat dat niet kunnen aanleveren, Trinidad alleen gaat niet kunnen aanleveren. We hebben toen gewerkt aan de standaarden, met standaardenbureau. De multinationals die daar komen, die hebben allemaal specifieke standaarden en eisen die ze hebben. En daarvoor moeten wij onze bedrijven ook op dat niveau kunnen brengen. In dat opzicht hebben we gekeken naar de standaarden. We hebben gekeken naar mogelijkheden waarbij wij als Surinaamse ondernemers kunnen inspelen op de olie en gas. Daarvoor hebben we dan een aantal workshops gehad om ondernemers te trainen, om ondernemers aware te maken van wat er allemaal nodig is indien je wil meedoen met de olie- en gasindustrie. We gaan sowieso door met die workshops. Nu dat wij in Suriname ook olie hebben gevonden, is de focus een beetje geshift van dienstverlening naar ook een stukje industrie. Want zoals u weet, er is heel veel gas voor onze kust. Ik denk dat wij dat kunnen aanwenden in ieder geval om die energie te kunnen produceren, goedkope energie. Onze dieselturbines die naast ons stuwmeer ook energie produceren, kunnen we eventueel vervangen met gas. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel zaak is voor ons om te investeren in die duurzame energie. Want gas raakt ook op een gegeven moment op. We hebben nu die mogelijkheid en er is zoveel mogelijk in Suriname. Het uitbaggeren duurt om en bij een jaar. Ik denk dat we in dit jaar ons huiswerk moeten maken.
We gaan met de productiesector, voornamelijk landbouw, veeteelt, visserij, gaan we ook even moeten kijken wat moeten we allemaal doen om mee te kunnen doen met deze ontwikkeling. En ik heb het dan met name over de standaarden. Voor wat betreft vis, viskeuringsinstituut, staan we heel goed. We staan heel hoog aangeschreven in de regio. We hebben onlangs ook iets gehad met de EU, met die verscherpte wetgeving, waardoor wij niet meer kunnen exporteren naar de EU. Daar is LVV druk mee bezig. Vanuit HIT kijken we ook in hoeverre we die standaarden en technische voorschriften kunnen aanpassen. En we zijn ook bezig met een Surinaams keurmerk, een meet- en Suriname keurmerk. Dus het zijn spannende tijden. We hebben een jaar om in ieder geval zoveel mogelijk te kunnen doen, zodat wij wanneer het uitgebaggerd is kunnen meedoen met de andere ondernemers in de regio.